Hi, Stefan hier van Bekijk het. Leuk dat je meedoet aan deze videoopdracht. Ik ben een filmdocent en ik ga jullie vandaag helpen bij het maken van een reclame. Je gaat een reclamefilmpje maken van maximaal 30 seconden met minimaal 6 en maximaal 10 verschillende shots. In dat filmpje ga je een bestaand of een verzonnen product aanprijzen. De uitdaging is om gebruik te maken van minimaal 3 verschillende kaders en perspectieven. Hoe dat er precies uitziet, zie je in het volgende voorbeeldfilmpje. Alweer een dag thuiswerken. Had ik maar iets dat me er doorheen zou slepen. Wacht eens even. Café Espresso, de lekkerste koffie voor in quarantaine. Stap 1 is het schrijven van je filmplan. Pak je pen en papier en schrijf kort op welk product je wil gaan promoten, welke shots je daarbij wilt gebruiken en welke tekst je wil gaan gebruiken om je product aan te prijzen. Je kunt een keuze maken uit verschillende kaders, zoals een close-up, een totaalshot of een medium shot. En je kunt gebruik maken van verschillende perspectieven, zoals het kikkerperspectief, van onderen gefilmd, op ooghoogte, dus neutraal, of het vogelperspectief, van boven naar beneden. Als je alles hebt opgeschreven op je filmplan, dan kun je nu aan de slag met het filmen. Houd je shots kort en bondig. Film het desnoods 2 keer als het de eerste keer niet helemaal goed gaat. In de montage kun je altijd de beste stukjes uitkiezen. Heb je je shots gemaakt, dan is het nu tijd voor de laatste stap en dat is montage. Oftewel het in het juiste volgorde zetten van de filmpjes. Hoe dat precies werkt zie je in het speciale tutorial filmpje. De link verschijnt zo meteen in beeld. En dit was de uitleg. Heel veel succes met het maken van het filmpje en ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat.